De wegenautoriteit van Suriname heeft een nieuw voetpad aangelegd. Dit pad is bedoeld om personen met een visuele beperking de mogelijkheid te bieden om zich veilig in het verkeer te kunnen verplaatsen. Het pad loopt vanuit het blindencentrum tot naar de Johan Adolf Pengelstraat. U hoort meer hierover van directeur Natasha Haneberg-Achard van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname. We hebben op 30 april, jongsleden, hebben we opening gehad van een looppad dat speciaal bestemd is voor visueel beperkten. Dus blinden en slechtzienden. En het belang van het looppad is dat het is aangepast aan de behoeften van mensen met een visuele beperking. Dus het looppad, op het looppad kunnen mensen zich makkelijker verplaatsen van het blindencentrum tot naar de hoek met de Pengelstraat. Nou, dus het looppad is gemaakt van speciale stenen. Het is volgens een internationaal ontwerp en het zijn speciale stenen die de mensen dus voelbaar zijn voor degenen die met een stok lopen. En ik denk dat ook voor de slechtzienden het ook makkelijk zichtbaar is omdat het met gele stenen is aangelegd. Maar die stenen hebben dus ribbels waardoor ze als ze met hun stok over het pad lopen dat ze het daar ook makkelijk kunnen voelen. Kijk, bij de verschillende, bijvoorbeeld, als ze bijvoorbeeld op de hoek van een straat komen, want je hebt bijvoorbeeld tussen het Blindencentrum en de Pengelstraat, heb je de Kalkbranderstraat. Als ze op de hoek zouden komen van de Kalkbranderstraat, dan zijn er dan weer andersoortige stenen, die weer een ander soort motief hebben. Dat zijn meer van die blok, een soort blokjesmotief. En dan voelen ze dan ook aan van, hé, hier verandert de situatie. En dan weten ze dat ze of op een hoek zijn, of dat het pad een andere richting zal aannemen. Dus er zijn met verschillende soorten motieven gewerkt. Gewoon ribbels, dat is gewoon voor het pad, om het pad te vervolgen en op verschillende hoeken. Dan zijn er van die, is er een blokjesmotief. Nou, het idee is er al vanaf 2012 en eigenlijk is het ontstaan omdat de situatie tussen het Blindencentrum en de Pengelstraat voornamelijk, wij hadden toen gemerkt dat het minder toegankelijk was. Bijna onbegaanbaar, vooral in de regentijd. Kijk, nu zitten we in de regenperiode. En vooral tijdens de regenperiode, dan liep het trottoir onder water. Het was onder water, je had van die open rioleringen, waardoor de mensen genoodzaakt waren om op het asfalt te lopen, op de rijbaan. Met alle gevaren, want er komen dus wagens aangereisd vanaf de Pengelstraat. Kwamen er dus wagens aangereisd over de Dr. Sophie Redmondstraat. En lopen op de rijbaan is dan gevaarlijk, vooral ook als je een visuele beperking hebt. De open rioleringen maakten het ook niet zo makkelijk voor de doelgroep. Een aantal zijn in een open riolering gestapt. Er was een hele grote open put was er op het trottoir. En waardoor het idee toen ontstond van hey, als we nou een voetpad laten aanleggen, zodat de mensen tenminste vanaf de Pengelstraat tot het Blindencentrum veilig kunnen lopen. Dus toen hebben we dus de aanvraag gedaan bij de wegenautoriteit. Sowieso gaan we ze zich laten oriënteren op het voetpad, zodat ze het voetpad leren kennen. Een paar hebben zich al kunnen oriënteren bij de opening. En voor degenen die nog gebruik zullen maken, nu en ook in de toekomst, zullen we dan ook een kleine training geven, een kleine oriëntatie hebben op het pad, zodat ze weten van hé, als ze deze stenen voelen, dan betekent het dit. Als ze dit voelen, dan is het dat ze bijvoorbeeld dus op een hoek komen of bij een zebrapad. Dus dat zullen we zeker dus doen in de toekomst. Nou, op het zebrapad is het eigenlijk met hetzelfde materiaal waarmee het zebrapad is aangelegd. Zijn er dan ook aanpassingen gedaan naar de overkant toe, naar de overzijde, dus de middenberm. Zodat de mensen vanaf het zebrapad voor de NSBS voelen ze eigenlijk hetzelfde motief zullen ze dan voelen. Zodat ze dan makkelijk kunnen oversteken naar de middenberm en van de middenberm dan naar de andere zijde van de Dr. Sophie Redmondstraat. Het is zeker belangrijk dat we als Blindencentrum, als NSBS, ook meer voorlichting geven aan bijvoorbeeld de winkelzaken in de binnenstad, aan bedrijven, aan kantoren. En ik ben me ervan bewust dat we dat nog meer moeten oppakken. Er zijn speciale gelegenheden waarbij we dat
opvoeren. Ik denk bijvoorbeeld aan de Witte Stokkendag, waarbij we echt heel bewust met een groepje bijvoorbeeld de binnenstad ingaan of de districten intrekken. En ik dacht dat er ooit eens sprake was van een wet toegankelijkheid. Maar als je alleen kijkt al naar het verdrag voor de mens met een beperking, zou de overheid nu al maatregelen moeten treffen dat kantoren, winkelpanden, dat ze zich gaan aanpassen aan mensen met een beperking in het algemeen. De binnenstad bijvoorbeeld is zeer ontoegankelijk, ook voor mensen die gewoon zien. Je moet gewoon alert zijn als je loopt op straat. Want anders struikel je over kapotte tegels, je stapt in een open put. De stoepen zijn heel ongelijk. Je hebt hele hoge stoepen, hele lage stoepen. Ik kijk soms naar die hellingen voor rolstoelgebruikers. En ik sta en ik denk van, kan er iemand met een rolstoel echt op zo'n helling een zaak binnen gaan? Dus er moeten standaarden komen. En we moeten als samenleving ons meer bewust van zijn dat er niet alleen mensen zijn die goed zien, die goed ter been zijn, maar dat eigenlijk de binnenstad, maar eigenlijk ook alle zaken, alle kantoren,